Een boottocht naar een moestuin, naar de Oba. Deelnemers aan het project Praat Nederlands met me oefenen taal in de praktijk. Aldoende leren ze beter Nederlands. Ik leer heel veel nieuwe woorden. Ook wij gaan naar een activiteit doen, zeg maar. Wij gaan een activiteit doen. Wij leert ook daar veel plaats en veel woorden, dat hoort erbij. Bijvoorbeeld pasdagen hebben we een paar woorden over de pasdag geleerd. Vroeger, als ik een brief kreeg, ik moet naar een buurman of een buurvrouw om te lezen voor mij wat het is. Maar niet ik zelf begrijp wat het is, wat zit erin. Ik zelf schrijf een brief naar de instantie, ik krijg bericht terug. Vandaag bezoeken ze de Bijlmer vitrine in de Oba. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? We gaan een verhaal horen over een Amsterdam Zuidoost. Het Rijgersbos, maar het Rijgersbos heet Rijgersbos door de Rijgers. Ja. Ik wist het zelf niet. En wat leuk is om te weten is dat je hier ook... Het leuke aan deze groep dus is dat het een praat- en doegroep is. Dus dat we niet alleen binnen met elkaar aan het praten zijn, maar ook daarbuiten. We zijn dus naar de moestuin geweest, we zijn gaan varen. Ze zijn geloof ik voordat ik erbij kwam ook naar het museum geweest. Dus dat ze ook daadwerkelijk in contact komen met plekken die zij interessant kunnen vinden, waarvan ze denken, oh, dit vind ik echt heel leuk. Ik wil zelf ook een moestuin. En dat ze daardoor ook een beetje kennis maken met plekken waar je allemaal Nederlands kan en moet spreken. De mooiste dat wij gingen met de boot. Met Nicolien en haar broer. En ik vind dit zo leuk. Dat heb ik ook nooit gevaard vroeger. Kapitein. En aan boord. Ik dacht, hè, aan boord is het hoort alleen bij de vliegtuig. Maar ook op de boot. Niet alleen luisteren, maar ook praten over wat je ziet en hoort. Ik woon in Gein. Ja. Ik ben al veel dief naar huis geweest. Ja, dief. Is er een dief naar jouw huis geweest? Ja. In jouw huis? Nee, de buurman. Bij de buurman? Ja. Okay. Ingebroken? Ja, ingebroken. Ja. Oh. Oké. En waar, als je in de Amsterdamse poort loopt, voel je je dan veilig of onveilig? Dat is veilig. Veilig, hè? Ja. Wat maakt deze cursus voor jou zo bijzonder? Dat met veel verschillende niveau. Je ziet die hoger niveau, dat je leert meer woorden van hun. En je praat ook, je verbetert je praat met hun. En die lage niveau, je kan wel hun ook helpen. Je herinnert jezelf toen je nieuwe kwam naar Nederland. Ze hebben veel nieuwe woorden gehoord vandaag. Maar hebben ze die ook begrepen? Hangjongeren? Dat is die vervelende jongeren dat stond op de weg en de slechte woorden. Aan jongeren, het is niet zoveel, maar in de zomertijd, je krijgt wel, ze zitten samen, praten, je hoort gelijk, maar in de wintertijd, je hoort niet. Stoute jongen. Kaasstolp. Kaasstolp? Is dit een speciale mes voor een kaas? Kaasstolp. Kast. Kaasstolp. Geen idee. Baksteen. Baksteen. Is het een bak met te veel stenen in? Baksteen is een steen, toch? Het is een soort steen. Toch? Gezellig. Ja, dat iets leuk, interessant. Ja, dat is gezellig. Heel leuk. Ja, gezellig. Ja. Ja, gezellig. Ja, je zegt gezellig. Ja, gezellig is wel waar ik woon. Ik voel me veilig ook. En ik ken beide iedereen. Vind je het genoeg zo, Nederlands? Ik vind het altijd niet genoeg. De taal is net als een rivier. Dat hoeveel je leert, je moet nog wel leren. Is niet, het heeft geen eind, eindloos. Dus, ja, zo wil ik graag meer. Een traject volgen, meer Nederland leren, meer woorden. Ik vind het niet genoeg.